En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en zoals jullie kunnen zien, ik sta bij een nieuwe woning. Er is zo net een container opgehaald. Die stond hier bij het droge plekje. Die container die zat helemaal vol. Dus die hebben we weer vervangen voor een andere container waar we weer allemaal afval in kunnen doen. En binnenkort wordt dit puin ook nog opgeruimd en deze container wordt ook nog opgehaald. En ik zie iemand staan. En dit is al een hele lange tijd geleden dat ik deze man heb gezien. Maar hij staat hier in mijn tuin, in levende lijven. Hey, Matje! Matje! Met een special present voor de nieuwe house! Zo, dat is lang geleden, hè? My bro. Zo. My bro. My brother. Dat is echt te lang geleden. Ja, man. Ja, man. Nee, ik heb echt iets leuks. Komen gelijk met de present. Yes. Maar ja, dit is eigenlijk voor jullie verjaardag, voor het nieuwe huis, nog iets leuks. Cool. En je weet wel wat zeggen, altijd alles knompouwen. Dus ik ben op die journey, ik heb iets van jou. Ja. Alles knompouwen. Heb je zelf gebreid? Nee. Oh mijn god. Gewoon een knompouwen deur, man. Ja, man. Hey, yo. Geniaal. Ja, dat is geniaal. Wow, dat is echt leuk. Oh, maar deze wil ik wel meteen gebruiken. Dus die neem ik dan mee naar mijn studio thuis. Ja, maar die kan je dan straks bij de ingang van je studio hier hebben. Ja, geniaal. Dat is wel origineel cadeau. Ja, toch? Ja, man. Ik vind jullie nog wel zotje. Ja, laten we even naar de voortuin gaan. Even bij de voordeur. Oh, daar. Hé, hey, jongens, daar ben ik weer. Koekruimeltje. Moment van de waarheid. Hé, hey, Matje. Zeg je dan in plaats van Maatje. Matje. Hé, hey, Matje. Hey, Matje. Bro, dit ziet er zo mooi uit. Ja, dit is mooi, man. Ja, maar dit is wel tof, hoor. Bij de nieuwe woning. Ja, toch? Ja, leuk. Alles knolpouwen, hè? Ja. Alles knolpouwen. Ja, dit had ik nog niet. Dit is wel echt uniek. Yeah. Dankjewel, bro. Alsjeblieft, alsjeblieft. Dit ziet er ook sick uit, dit hoor. Dit ziet er ook sick ja, uit. Ja, dit ziet er ook heel erg sick uit. Doe je zo de klep open en dan zie je in één keer dit. Ja, wel sick. Maar hey, sowieso, het is lang geleden dat ik Thijs heb gezien, maar het is ook lang geleden dat ik Jannik heb gezien. My girlfriend. Ja, dat is wel echt gek, hoor. Serieus. Ja, Benny vindt een andere Benny, hè? Ja, het is dan Jenny. Jenny. Benny heeft Jenny gevonden, dames en heren. Oh mijn god. Ja, dat is wel echt super leuk voor Thijs. Ik ben echt happy voor hem. Thijs heeft gewoon een vriendin. Thijs heeft gewoon een vriendin. Zie je, jongens, je kan een Benny zijn en zelfs dan kan je nog een vriendin krijgen. En als ik het kan iedereen. Ja, maar dat is ook gewoon een beetje de motivatie die je natuurlijk wil afgeven. Ja, daar is het ook, weet je wel. Het is gewoon, niemand had er ooit gedacht. Jij ook niet? Jawel, tuurlijk ook wel. Ik wist, dat komt gewoon goed. Op een gegeven moment loop je Jenny tegen de lijn. Ja, dat is ook wel, maar ja. Ik mis jullie ook. Kijk, dat jij dan... Jenny en jij zijn altijd welkom, hè. Als jij weer een week bij ons kan slapen, mag Jenny ook komen. Het is ook wel gewoon leuk voor het verhaal dat je haar gewoon tegenkwam de eerste keer in de snackbar, weet je. Ja, precies. En dat je een eierbal bestelde en dat ze zei, hey, ik wil ook een eierbal. Ja, maar toen vreemd is. We hebben één keer in As, we hebben toen een eierbal gehad. Maar die was niet helemaal perfect, weet je wel. Dus ik had laatst nog van, ja, ik wil eigenlijk nog wel een eierbal proberen. Dus ik was naar As gereden met eentje. Dus ik was zo'n kraampje die had op As staat van die eierballen. Toen op een gegeven moment, ik weet niet, was een heel vriend systeem, want normaal... haal je die bij zo'n boer, weet je wel. Ja. Maar dit was zo'n luik met allemaal van die dingen waar je van die eieren... Oh ja, dat ken ik. Beetje ouderwets wel. Ja, dus ik kom dan zo aan, zo, ik trek dan zo'n ding open. Dat wel lekker. Dus ik draai eens om, staat de Janneke daar ineens. Ja. Ik zei, wat komen doen? Ja, zij zei, ja, ik ga ook een eierbal halen. Ze hebben samen die eierbal opgegeten in Assen in een parkje. Maar zo is een bichon. In een parkje. Ja, het is niet helemaal hoe het is gegaan, maar... Maar niet even serieus, we kennen elkaar toch van een... middelbare school al. Ja, we hebben op dezelfde school gezeten. Ja, nee, oh my god, is dit zo'n verhaal net zoals Justin Bieber en Hailey? Ja. Dat jullie eigenlijk al een foto hebben van vroeger samen. Nee, gewoon, en dat jullie nu... zijn, hè. Een foto ooit, die komt naar boven en dan zie ik jullie beiden. Zie je mij zo op de achtergrond.
Ja, wel leuk. Wow. Maar echt heel erg leuk. Ik ben serieus happy voor je. Maar is het niet leuk? Ja, weet je wat het belangrijkste is? Is dat als je best... Hey dames, we zijn aan het vloggen! Weet je wat het mooie is? Als je beste vriend of vriendin krijgt en je merkt geen verschil. Ja. Kijk, dat is... Dat zijn nou chillen? Jawel, dat wel. Nee, maar dat zijn goals, snap je? Ja, iedereen kent wel de situatie dat iemand een vriendin krijgt en dan denk je van, hoor nooit meer iets van hem, man. Ja. Wat is nou weer aan de hand? Interesses veranderen. Nou ja, goed, nu verklaart het wel een hoop waarom de thumbnails de afgelopen tijd niet... Ik krijg helemaal niks... Oh, een helikopter. Ik krijg helemaal niks van binnen. Helikopter. Oh, oh. Nee, ik weet het niet. Nee, maar thumbnails had ik af en toe de laatste tijd eventjes niet geüpload bij de vlog. Dus sorry daarvoor. Dus kan Thijs niks aan doen. Weet je wat zo mooi was? Ik was zo blij dat je er net niet was. Wij deden net zo'n rondje. In het huis even, Marnik en Janneke. Ik loop zo die trap op naar mijn kamer. Ja, ik stoot mijn hart, dus jongen. Vol, hè? Hoorde je? Op de zolder, die trap. Ja. Ja. Ik doe dat ook altijd als ik naar de boven loop. Stoot ik mijn hart. Thijs, je kan in die helikopter. Kut. Niet, kan er echt? Je moet alleen even klimmen. Zou dat kunnen? Is daar geen trapje of zo? Geen probleem, je hebt toch geen klimschoenen bij, hè? Ja, dat is wel waar, ja. Kijk wat die mensen kunnen misschien doen. Misschien kan je even op zijn schouder staan. Ja, meneer, mag ik op je schouder staan? Kan je hierin? In de helikopter. Ah, dan rijden we weer door, denk ik. Fijne dag. Nee, kan niet, man. Nee, kan niet. Maar we kunnen misschien een keer een ladder meenemen. Weet je wat het mooie is? Ook toen ik met Luciano hier langs ging, zei Luciano ook... Helikopter! Helikopter! Oké, afgelopen nacht was het voor mij 4:30 geworden. Ik had League of Legends gespeeld en... Oh, er staan fietsers achter mij, sorry. Dus ik ben een beetje moe, maar dat mag de pret niet drukken. Want... Want we gaan eventjes wat eten. Even gezellig wat eten en wat drinken. Ja, dat heb ik ook heel erg gehoord. Barista. Zo lang niet geweest. Ja, dat wordt wel echt leuk. Oh ja, en ik vind dat nu het de eerste keer is van Janneke in de Lambo dat we wel een beetje gas moeten geven. Denk ik. Ja, ik denk dat dat ook komt. Ja, toch? Dat is wel leuk, toch? Zo. Hij schrok weer. Hij schrikt altijd, ja, niet normaal. Oké, ik heb even afgerekend. We hebben met z'n zessen even lekker gegeten hier. En we zaten te denken, wat gaan we doen? En in één keer zei Marjan van, wow, weet je wat echt super leuk is? Midget golf, maar dan glow in the dark. Wie heeft dat wel eens gedaan? Ja, ik heb wel eens gedaan. Wow, joh. Iedereen al gewoon. Oké. Is het hetzelfde als gisteren met Ticket to Ride? Dat je zegt van, ik heb het wel eens gedaan, ben supergoed en uiteindelijk word je laatste. Nee, goed. Ja, je hebt allemaal vlekken. Ja, hey. Ik heb allemaal vlekken. Hoi, joh. Haar is perfect. Ja, je haar is wel echt beter geworden, man. Ja, toch? Ja. Hey, Thijs, doe jij het of doe ik het? Laat je katje. Hey, ga Bartje, wat doe je? We gaan in ieder geval eventjes dus golfen. Iedereen heeft het wel eens gedaan, dus ik verwacht wel een paar epische shots. En een glow-in-one. Hey, de laatste keer dat we gingen midget golfen... Allemaal mensen, pas op, laat ze even rustig zitten. Geniet van je drinken. Yo. Hey, hij heeft wel gewoon iets goede sandalen, of niet? Geen witte sokken. Thijs, ik heb een goede voor jou. Ik ga even vragen voor jou, ja, kom. Ik heb een vraagje. Hij is ook BMX'er. We hebben een Nederlands kampioen geweest. Thijs, volgens mij. Ken je de naam? Nee. Ja. Nee, want je kent wel wat bekende BMX'ers. We hebben nog nooit van Thijs gehoord. Nee. Mag hij wat laten zien? Ja, is dat oké? Okay? We hebben die truc dat je daar opsprong en dan die flip. Zo, goed fietsje, man. Goed fietsje, man. Ik zo'n ballet op mee. Ja, ik wist ook gewoon dat hij niet wist dat er geen rem op zat. Spring! Oh,
klapte er echt niet op. Hij gleed ook uit precies over dat plasje. Oh. Hé, hey, dankjewel man. Yo. Kan je eens laten zien hoe het wel moet? Oké, goed opletten. Ik twijfel op een gegeven moment echt. Ik dacht, shit, er zit geen rem op. Ik denk dat gaat er snel vandoor. Hoppakee, gek. Oei joh. Ja, hij springt knijt zo. Kan je nog even oefenen, maatje? Ja, dat kan nog wel. Plus 1 voor de moeite. Wie komt grinden? Wie komt... Oei joh, dit is de sloomste grind die ik ooit heb gezien. Moet een aanloop nemen. Geen tijd. Een aanloop nemen, zegt hij. Nee, dat kan ik niet, maat. Dan breekt mijn nek. Oei joh, hij heeft ballen van staal. Hoe doet hij dat? Zijn gezicht ook op normaal zaken. Dat ding start weer. Dit is echt zo van... Kijk, dit is geel en oranje. Dit is blauw. Sorry? Blauw. Maar wat doe ik dan? Dit is geel oranje. De auto start weer niet. Meen je niet? Wat? De auto start weer niet, van Bas. Nee, serieus? Ja, dit is stuurslot op, papa. Oh mijn god, hij start. Oh mijn god. Ik dacht, straks krijgen we weer hetzelfde als gisteren. Wat de f***. Oh, dat was zo random. In één keer die meneer die schreeuwt naar beneden, liggen kinderen te slapen. Ik doe helemaal niks. Wat de heck? Ja, ik doe alleen mijn auto aan en ik rijd gewoon vet rustig, rijd gewoon stapvoets rijd weg. Ik zeg, wat? Wanneer was dat net? Ja, ik snap er niks van. Er liggen kinderen te slapen. Ik geef geen eens gas, ik ben niet aan het reffen, helemaal niks. Ik doe gewoon de auto aan en ik rijd rustig weg. Jij keek ook even hoe laat het is. Ja, alles drie. Ja, kinderen slapen. Ja, middagbootje, voor kleintjes ja. Wel. Nou, sorry, ik geen idee. Oké, dames en heren, we hebben hier de balletjes. We hebben natuurlijk even een glow-in-the-dark balletje, dat lijkt me wel zo handig. Yes. Dit wordt leuk. Ja, dit is wel echt sick. Deze knolpower hoodie, die komt echt super mooi naar voren met alle lampen hier zo, met de glow in the dark. Je hebt nog een stick nodig. Ja, super. Dankjewel. Top. Ja, zijn we compleet? Hebben we alles? Ja, die. Oké, dames en heren, daar zijn we. We gaan beginnen op baan nummer 4. En de eerste kandidaat is Bas. Let's go. Het ziet er zo vet uit hier, de glow in the dark. Die bal die geeft ook zo vet licht. KP ook. Ja, en mijn veters en zo. En hier, kijk dan. Ziet er super sick uit. Lijkt gewoon alsof we helemaal roze schoenen hebben. Terwijl mijn schoenen gewoon wit zijn. Ja, top, hè, want ik weet hoe die moet. Oh, die is wel sick hoor. Let's go. De eerste van Thijs is dit. Ja, jij mag een beetje van de kant halen. Twee keer! Wauw, dat was wel heel sick geweest. Ben ik niet gebroken dan close. Oh, dat was echt close. Oh, Thijs, wat doe je? Ik had bijna een legendarische status toen ik jij wilde. Ah, lekker maatje, lekker. Het is niet alles jongens, het is niet anders. Ik geef eerlijk toe, hij was heel mooi. Nummer 3 toch? Ja. Zo lijp dit. Niet normaal. Lekker bro, ook 3, net als Bas. Lekker bro. Oké, Bas, en hoeveel keer ga je doen? Kijken, 1, 2, 4 keer. 4 keer? Oké, we zijn bij de ijsbeer. Baan nummer 6. 4 keer is dat ik gewoon heel hard sla, zodat hij zo ver mogelijk komt. Let maar op. Oh my god! Holy shit, die was sick! Wauw, in 2 keer bro! Je hebt jezelf overtroffen! Heb je gezien hoe hij dat deed? Via die rand of zo? Ja. Kijk, daar gaat hij! Wow, dat is echt sick! Goede tactiek is dat! Lekker!
denk ook nou. Let's go. Ja, weer ook op die plek. Wow, kom naar deze kant, man. Hoppakee. Let's go. Ja, het is eigenlijk met dit soort dingen best wel chill als je niet als eerste hoeft. Ja, kan je zien hoe de andere het doet. Voor jou? Ja, erin. Oh. Twee club. Hoppa. Twee club. Welkom. Dit kan een only one worden. Dit gaat een only one. Ja, dit kan een only one worden. Oh, bro, het scheelt zo weinig. Kijk dan. Dit is een eerste slag. Ja. Scheelt zo weinig. Damn, bro, twee keer. Oh, yo. Juist. Die gaat erin. Oh, die was sick. Oh. Nee, joh. Nou, op. Nee. Wow, het scheelde twee. Deze baan, dames en heren, kan weer een hole-in-one zijn. Dit moet kunnen, want deze baan hier zo loopt een beetje schuin. Een beetje een schuine wand zo. Oké, let's go. Oh, dat was zo mooi geweest, man. Oh, nee joh. Oh mijn god. Het kan echt een hole-in-one worden. Net geen hole in one. Gegund, man. Ik ga hem nog pakken. Elke keer twee. Nee, ai, ai, ai. Die van Thijs was dichtstbij. Janneke, kom op, alsjeblieft, Janneke. Let's go, twee keer, easy. Hey, maar deze wordt ook leuk, want deze moeten we gewoon via de rand slaan en dan zo. Dit kan ook een hole in one worden, denk ik. Blijkbaar moet hij harder. Oh. Oh, maar dan papi. Oh. Dit is wel geluid. Nog harder. Zo, je schoot al echt knijters hard. Oh nee, niet weer de bussen. Alweer de bussen bij mij. Dit kan ook een hole-in-one worden hoor. Dat is wel leuk, dat deze allemaal eventueel hole-in-one kunnen worden. Kijk, komt-ie.
Hoppakee. Hoppakee. Oh, wel weer dichtbij hoor. Oh mijn god, we hebben een hol gevonden. Ja, serieus. Ik pak eventjes de zaklamp. Hier, check dit. Bro, je kan hem daar in die hoek slaan. Let op. Oké, als hij dat gaat doen, let op wat er gebeurt. Als hem dat lukt. Ja. Dan komt hij hier. Holy man! Hey, maar dan moet je Bas voor bedanken, want die zei dat. Ik zei naar Bas, maar je weet het bij Bas. Oh mijn god, dat holletje hier zo. Noël doet het ook. Oh, Noël niet. Die van jou niet. Ik weet het ook niet, maar jij sloeg hem perfect dan. Ja. Ah, netjes, netjes. Komt ie! Ja! Hey! Lekker mooi. Hoppakee. Is dit nou mijn tweede? Ja, volgens mij je eerste. Maakt niet uit, ik ben er blij mee. Oké, we hebben de midget golf gedaan. Ik heb geen idee trouwens wie heeft gewonnen of iets. Nee. Oh, jij hebt de score. Nee, ik heb nog niet opgeteld, maar ik denk neem ze mee. Anders. Oh, laten we dat later doen op de terugweg naar huis. Maar we hebben ze nog. Jij wil voor Janneke even iets winnen. Dit is mijn verslag. Wat wil jij hebben, Janneke? Wil jij de eenhoorn of de lama? De lama, hier, doe het voor je meisje. Doe het voor je meisje. Hoeveel kansen heb ik? Hij kan dit, hè? Oké. Okay. Zo, kijk wat voor mooie glazen poke je ook hebt. Die is mooi, man. Hey, welke ga ik pakken, hoor? Die hier vooraan. Hè? Pak die ene achter die reling daar. Nee, die ligt op die. Zie je die star? Die hinder, man. Doe dit. Is het ook goed? Ik ben echt benieuwd of jou dit gaat lukken. Huh, waar doe je op? Bro. Ik wou deze pakken, maar ik was al te ver. Heb ik nog een kans? Nee. Dit is scam. Je hoort 3 kansen te krijgen. Ja, meestal heb je wel 3 kansen. En 7 stappen. Nee, kan je nog langer door? Ja, tuurlijk. Goh, dat is op de kermis nooit. Dat kan wel. Nee, op de kermis is dat er maar 1 keer naar voren, 1 keer naar stoppen. Ja, daarom was het verwacht. Dit is zo'n eentje, take your time, my friend. Nog 3. De time staat hier. Ja. Nee, maar gelukkig heb ik nog meer mensen. Oké, okay, Thijs. Ja, maar nu kan, je kan nou letterlijk dit doen. Denk je perfect boven, denk ik toch? Hier kijken nog. Dus die kant. Komt ie. Goed, Janneke, daar is. Perfect, ouwe. Perfect, neem mee. Oh! Ja. Oh! Voor je meisje. Oh, Janneke voor jou. Oh, dat is zo schattig. Oh, dat is zo lief, man. Lekker, man. Jij ook voor je meisje? Oh, ja, eigenlijk wel, hè. Bro, ik zweer aan de zijkant staan, man. Dat is de glitch. Maar weet je precies of die goed zit? Kom op. Oh. Ja, bro. Oh, dat was zo naaiend! Hey, maar hij ligt er goed voor. Hij ligt goed met het kontje omhoog. Kom op, bro. Ik denk dat dit mis, man. Oh. Ja. Knijpen. Oh nee, je gaat vallen. Nee. Oh. Hij moet net goed vallen, dan heb je hem. Kom op, bro. Ja, steady. Nee, zie je? Ja, hij lucht. Nou, hij moet even. Lucht. Pak die lucht eruit, man. Yo! Dankjewel. Ik ben even ademen, dankjewel. Wat we nu gaan doen, dames en heren, of tenminste wat zij gaan doen. Ik heb dit allemaal 1 keer eerder gedaan namelijk. Dus wat jullie allemaal gaan doen. Hey, de namen staan. Ik stond bij Benny, ik stond bij Noël. Let's go. Oké, Noël, Benny, Bas, Janneke en Myron die gaan dus VR doen. Headset op, je hebt een geweer. Oh yo, we zitten in een witte. What's up, you're in the wrong neighborhood. You're in the wrong neighborhood, my guy. You're doing my hoofd, Benny. What the hell? Kijk, loopt daar zo naar binnen. Stop, man. You're in the wrong name, bro. Nee, maar je gaat zelf niet. Nu al liep al tegen. Ja, sorry. Geen probleem. Oh, mijn god. Kijk om mijn rug. Oké, ik heb dus geen idee wat hier gebeurt. Ik ben gewoon aan het filmen en ik ga gewoon genieten samen met jullie hoe zij gaan reageren. En waarschijnlijk hoe bang Noël gaat worden. Ik weet het, dames en heren. Ik snap er ook helemaal niks van. Ik heb geen idee wat hier gebeurt.
Ik weet net zo weinig als jullie. Jongens, even bij elkaar met jou. Zombie achter! Oh, kan ik met jou meelopen? Oh, nice. Ik kan gewoon laten zien. Oh, dat zien zij. Oh mijn god, dit zien zij. Wauw, dat is geniaal. Oh, je ziet dus op de rug, zie je dus wie is. Wauw. Ik kan ook zien hoeveel kills iedereen heeft. Hoor. Wow, dat lijkt echt gewoon GTA. Super vet uit. Zij zitten dus met z'n allen in een kamer en er komen allemaal zombies en die moeten ze afknallen. Kijk. Oh mijn god. Ik zal een mic nemen, hoe het voelt. Zijn jullie dood? Huh? Wat is dat? What the fuck? Huh? Hey, wat de... Ik word aangevallen. Nee, wat de fuck, Enzo? Oh, dat is de grootste glitch ooit, man. Ik zie niemand. Oh, daar is iemand. Ik ren er gewoon doorheen, joh. Hey! Hey! Hey, hey, man. Nee, ik raak je wel. Jongens, ik zweer. Ik zweer. Ik ga helemaal niet goed op deze game. Wat zijn ze? 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 Kijk ze allemaal, dit is zo mooi om ze te trollen. Echt zo mooi. Jongens, gaat goed, hè? Nee, niet doen! Dit is zo mooi. Zo chaotisch dit. Van iedereen die heeft meegedaan, Benny, Noël, Bas, Myron en ik heb de laatste 5 minuten voor Jannik gespeeld. Wie heeft er gewonnen? Myron met 235 kills en een accuracy van 128%. Hoi, Myron! En wie had de minste kills? Even kijken. Bas. Met 108. Super jammer dat ik niet perfect aan jullie heb kunnen laten zien hoe het uitziet. Wel een beetje een idee gegeven. Maar het was wel echt geniaal. Ik heb genoten. Shoutout naar de gebroeders Coronel dat we even terecht konden om te gaan midget golfen. En even VR te spelen. Het was super leuk. En de allereerste keer VR ook voor Noël. Zag je me gaan? Ja, jongen. Zag je me gaan, jongen? Bro, jij ging helemaal gek. Je ging helemaal springen en zo. En... Ik moest even alles uittesten. Ja, dat was niet normaal. En die man die hier werkt, die zei ook van zo, hij is wel heel fanatiek, ja. Hè? Ik zei, ja, dat is Noël. Ja, was wel echt leuk. Oké, even ruimte maken. Even ruimte maken. Kijk, daar komt hij. Ik weet niet wat het is. Oh, hoe sick is dit? Ga hem hier leggen. Ja, tuurlijk. Hier, kijk wat ik heb gekregen van Thijs. Thijs hier. Keihard, hè? Even allemaal inkeslaan. Woi, yo. Jammer, rustig. Ja, rustig. Met de vuist. Dit keer met de vuist. Onder zijn neus. Maar we ook nog één keer. Woi, yo, gek. Oké, goed. Woi, yo. Oké, goed. Hij is zo logisch. Hij slaat met zijn andere hand. Ja, die was zo mooi. Ben je een beetje zo jotten? Maar ja, want jij sloeg in dit en dan zei je, yeah, let's go. Nice, ik doe wel gewoon even... Kusje erop. Zo, goed. Oké, Thijs en Janneke gaan er vandoor. Maar misschien kan ik Thijs nog even laten schrikken als hij naar buiten komt. Of Janneke als ze eerst naar buiten komt, even kijken. Ik blootschieten, zei ik tegen hem zo. Hey, nogmaals heel erg bedankt voor de knolpower mat. Sowieso. Ja, geniaal. Het voelt ook wel lekker. Is fijn. Ja, het is echt nice. Het is heel satisfying. Ja, kort maar krachtig. Maar Thijs en Janneke komen over een paar dagen weer terug. Hey, binnenkort misschien weer. Even een weekje even chillen. Tuurlijk, kan altijd, bro. Tuurlijk. Wat zeggen we dan? Gloei, gloei, gloei! Thijs staat in bloei. Let's go. Hey. Nou, Janneke helemaal blij met de lamaatje. Ja, pinata.
Dus papa doet je dat, nee? Marjo zegt in één keer van, oh mijn god, wie heeft eigenlijk gewonnen? Dan moeten we even gaan tellen. Ja, ik doe dit blaasje, jij doet dit, ja? Wojo, in één keer, kom Marjo dan mee? Hij wou ook gewoon weggaan, hè, met de score in zijn zak. Ja, ik wist dat ik verloren had. Bas, Noël! Even de score van de Midget Golf. De game is aan. Nee, we laten jullie niet schrikken. Entjes buiten. Ben je er klaar voor? Oké, wie maakt kans op de winst? Oké, nummer 6 is geworden met 45 punten. Janneke. Janneke, nice. Nou, ze heeft in ieder geval deze prijs al. Dus. Ja, precies. Nummer 5 is geworden met 35 punten. Bas. Oei, oei, oei. En dan een gedeelde tweede plek. Wij twee. Gedeelde tweede plek. Myron en ik. Enzo. Ja, Myron. En Noël. Wat? Met z'n drieën en twee. En ben hier gewonnen. Yeah. Oh my god. Trek opeens ben ik die status kwijt, toch? Ja. Ik had 20. Wij hadden alle drie 27. Maar jij had heel steady. Had jij 20? Hij heeft één keer de eerste ronde, 5. En daarna was 3 het hoogste wat hij gooide. Wauw. Hij had in totaal 20? 25. 25. Wij met z'n 27. Het is wel goed dat Mario nog even die score krijgt. Ja. Nee, goed gevonden huis. Echt sick, hoor. Ja, dat is echt heel erg. Maar je bent niet knuffel dan. Nou, dan gaan wij weer naar binnen. Via een mooie matje. Ja, ik vind hem echt serieus super sick. Echt shout-out naar Thijs. Thanks daarvoor. Dames en heren, ik heb zojuist een mailtje binnengekregen. En daar staat, en ik citeer. Beste medebewoners, het bestuur adviseert u dringend de KPN toestemming te geven voor de eerste aanleg van glasvezel! Yeah! Hey! Eindelijk! Ik woon hier 5 freaking jaar. En eindelijk gaan ze hier glasvezel aanleggen. Wanneer ik het appartement ga verkopen! En ga verhuizen waar geen glasvezel is. Oh. Yay! Jongen, wat een... Oh. Het kost u niets. Wanneer u het later laat doen, zijn de kosten aanzienlijk. Bovendien verhoogt het de waarde van uw appartement bij de verkoop. Let's go! Dat is een ziek idee. Dus zonder iets te doen, wordt het meer waard hier. Want er komt glasvezel. Het kost me ook helemaal niks, want het wordt gratis aangelegd door KPN. En blijkbaar zie ik in het mailtje. Dus dat is wel echt super chill. Alleen, ik ga hier, zoals jullie weten, uiteindelijk verhuizen. Gaat nog wel even een tijdje duren. Dus waarschijnlijk kan ik er nog wel even gebruik van maken. Maar holy shit, glasvezel. Fucking stiek snel hebben. Ja, dit is echt niet normaal. Glasvezel is echt... heel nice. Het is tijd om naar bed te gaan. En voor mij en Myron is het gewoon altijd naar ons eigen bedje. Alleen wat Bas en Noël nu 2 dagen... Zoiets. Ja? Wat ze nu 2 dagen doen, en dit wordt dus de 3e dag op rij, is ze doen voordat ze naar bed gaan, doen ze steenpapier schaar. En doen jullie dan 1 potje wie wint of best out of 3? Best out. Nee, eigenlijk had ik gisteren gewonnen, maar toen ik 2 in voor stond, zei ik nee, tot de 3. Ja, maar ik bedoel, ik zei tegen hem best out of 3, maar ik bedoel... tot de 3. Ja, 3 games en dan degene die het meest gewonnen heeft, die... Ja, dat is best out of 3. Wow. Nee, eigenlijk had ik gisteren gewonnen. Oké, maar maakt niet uit. Weet je wat we dan gaan doen? Wie de eerste de 3 punten haalt. Ja, dat. Want wat ze dus, dat wilde jij dus. Ja. Dat bedoel jij. Want wat ze dus doen, is dat ze doen... Wie wint, die mag het logeerbed nemen. En wie verliest, slaapt op de bank. Maar de bank ligt wel heel lekker hoor, daar niet van. Maar goed, ik ben benieuwd. Jij had dus gisteren gewonnen, want jij sliep op het logeerbed. Maar jij had daarvoor gewonnen. Ja, dus. Oké. Oh, we gaan trouwens, ik ga iets hieraan toevoegen. Ik ga... Nee. Jawel. Nee, ik wil niks. Jawel. Nee, ik wil mijn Bas. Nee. Niks van jou. Ik ga niet meer doen. Nee, het gaat tussen jullie twee. Jij mag het lekker filmen. Nee, het gaat tussen jullie twee. Maar ik ga iets toevoegen. Jullie gaan steenpapier schaar doen. En jullie gaan een spelletje doen wat ik... straks gaan vertellen en dan kijken wie daarmee wint, oké? Okay? Dus doe eerst maar steenpapier schaar. Oké, wie mag in de logeerkamer? 3, 2, 1. Steenpapier schaar. Allebei schaar. Je moet wel kijken. Ja, je moet wel kijken, maat. Steenpapier schaar. Oh, Noël, ja. Oh, 2-0. Hey, ik heb dit ook wel vaker gehad en alsnog win je met 3-2. Komt ie. 1, 2, 3. Nee!
Hoe kan je drie keer papier doen en Bas drie keer steen? Oh my god. Ik heb nog nooit zo'n bordje gezien. Ik dacht, omgekeerde psychologie. Dat is nu schaakt, omdat hij denkt dat ik vier heb. Ja. Fuck. Hoe kan je drie keer steen doen? Drie keer steen, bro. Zo mooi, man. Bas dacht echt, ik heb deze. Oké, wat we nu gaan doen is een spelletje van mij, ja? Maar jij staat wel echt zwaar voor met 1-0. Oh, wat een bottle flip ik op het uppen. Kunnen jullie een beetje bottle flip? Ik zal het even eentje voordoen. Kijk, dat is hem, hè? Jullie krijgen allebei drie pogingen om de meeste bottle flips achter elkaar te halen. Stel voor Noël wint deze, is het overduidelijk. Slaapt hij in het logeerbed. Nee. Maar stel voor Bas die wint deze, dan staat het 1-1 en dan moeten we nog een laatste spelletje gaan verzinnen. Ja. Omdat Noël heeft gewonnen met steen, pier, schaar, moet Bas als eerst. Yes, je hebt drie pogingen. Oh, ik gooi veel te hard. Oké, dat was je eerste poging. Je stresst hem, hè? Dat was de tweede poging. Hou je weg! Trill. Oh, dat is de worst! Maakt niet uit. Oei. Zal ik nog een dubbele voor jou? Ja! Dubbele! Nee. Hier, schat, doe jij eens. Even een bolder flipje van mij. Ik ga lekker naar bed. Oh, Marmer gaat ook naar bed. Oh ja, Bas, deze is voor jou. Oh, goed. Ik ga ook naar bed. Slaap lekker, Bas. Ik blijf nog door even oefenen. Voor morgen alvast. Dames en heren, heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Oh, mijn peace is weg, wacht. Peace! Knol, power!